Ja, waar zal ik weer wezen? Bij de Action. Hoe toevallig. Waar anders? Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag maandag 5 april. Dus dat is de tweede paasdag 2021. Ja, het is nu bijna 2:30. Ik loop lekker buiten met Lady. En we gaan om 5 uur shoppen bij de Action. Action, ja, in de Action. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Wat ik dus al mededeelde, ik ben lekker aan het lopen met Lady. Hey. Ja. Ja. Ga je mee? Nee. Ze gaat daar even nog even plasje doen. Ook goed hoor, schat. Met 1 poot omhoog, hè. Ja, helemaal goed. Ja. Ik ben trots op jou. Ja, echt wel. Nou, ik ga lopen met Lady heerlijk langs. Helemaal top. Hé, meisje. Ja. Ja. En nou heb ik jou wel gewoon vast, hé. Zoals het hier moet. Ja. Het trekt een beetje, mensen. Het waait in één keer heel hard weer. Het is een beetje aan het sneeuwen. Ik weet niet of jullie het een beetje kunnen zien. Op en op de camera. Het is een beetje dus aan het sneeuwen. Ja. April doet echt wat hij wil, hè? Ja. Het is zo gaaf, eigenlijk. Het is dus echt lekker aan het sneeuwen. Kijk. Lekker jongens. Gewoon weer lekker winter weer. Lekker. April doet wat hij wil. Kijk, Lady is zelfs wit. Kijk dan. Luid, wacht daar. Jij bent zelfs wit. Hé. Hey. Ja, kom maar. Oh, wauw. Hey meisje. Hey meisje. Mama gaat zo over de baasje bellen. Ja. En dan kan het wel de tweede paasdag wezen, maar het sneeuwt. Ja. Het sneeuwt. Ja, het sneeuwt een beetje. Een beetje. Ja. Ik weet niet of ik het al de dingen heb verteld tegen jullie, maar dat ga ik dan nu even 2 dingen met jullie even een update geven. Met de echo konden ze niet zo heel veel zien. Ze hebben wel een vermoeden dat ik weer een soort van darmhernia heb. Maar dat is nog eventjes aan mijn huisarts wat hij wil. Dus dat is dat. Daarom had ik dus ook een echo. Dus nee, ik ben niet zwanger. Nee. En nou ja, zoals jullie ook wisten, had ik contact weer met mijn zus. Want die had dus een relatie met iemand anders. Een hele lieve, aardige man. Daar heb ik ook gewoon nog contact mee. Maar ze is helaas weer terug bij haar ex. Ex-man. Wat dat ook is, geen idee. Want ze zou gaan scheiden. Eindelijk, want ik mag hem niet. En dat weet ze ook. Maar oké, maakt niet uit. Maar ze heeft wel 2 kinderen met hem. De kinderen die zijn uit huis geplaatst bij haar. Maar ze heeft sinds vorig jaar augustus, had ze dus een nieuwe vriend, helemaal dolgelukkig mee. Was ze mee gaan samenwonen en van de week, ging ze dus, afgelopen week vrijdag, zei ze dus tegen hem van joh, ik ga even gewoon lekker met de hond lopen. En dan ben ik er weer als we een bezoek krijgen. Nou, is ze dus nooit meer teruggekomen. Want ze is weer bij de man terecht weer terug. En alles is waarschijnlijk voor mijn gevoel onblokt. En geen idee.
Maar ja, het is niet echt leuk om het zo maar te zeggen. Want ik word ook gewoon weer in de steek gelaten zoals altijd al. In mijn hele verleden met haar. Want ik heb haar 13 jaar niet gezien, et cetera. En ik heb altijd contact geprobeerd te zoeken. En ja, het is gewoon een moeilijke zusrelatie. Maar ik heb nog een andere aangenomen zus. Waar ik ook nu even weinig contact mee heb. Maar dat is Tamara. En ja, mijn zus Annie. Ja, dat is eventjes weer een hoofdstuk. Afsluiten hoofdstuk, om het zo maar te zeggen. Helaas, pindakaas. Ik denk, nou, dat gaat goed. En ze blijft bij hem. Maar nee, ze geeft hem dus nog een kus. En ik ben er later weer. Maar ze komt dus niet meer. Helaas, pindakaas. Dus dat was dat weer even de update van mijn kant. Jee. En ja, waar zal ik weer wezen? Bij de Action. Hoe toevallig. Waar anders? Ja, gewoon weer lekker bij de Action. Lekker. Ik heb sowieso mijn boodschappenbriefje bij me. Dat zeer zeker. Ik had Bref toiletblok, maar dat is wat anders geworden. Ik heb 3D acryllijners. En nog een aantal X. Dus dat gaan we zeker even halen. En we gaan zo meteen even thuis even verkeerd vertellen wat we om hebben gekocht. Want Rodi heeft ook wat in zijn mandje. Dus lekker bezig. En we gaan net het karretje wegbrengen. Ook leuk. Heel leuk. Dat vind ik wel. Ik wil even het karretje wegbrengen. Yeah. En daar komt mijn liefstallige man ook alweer aan. Ja, kijk. Daar komt mijn liefstallige man ook alweer aan. Gaat hij expres langzaam roken. Wauw. Oh ja. Hey. Zoals jullie weten zijn we dus bij de Action geweest om even wat boodschappen te halen. Nou, we hadden dus een afspraak om 5:00. Hoe laat kwamen we binnen, schat? Iets voor 5:00. Nou, dat was dus om precies te zijn 5:10. Hoe laat verlieten wij de Action? Daar ben ik winkel uitgelopen om... Half zes. Na de kassa en alles ingepakt, ja. Et cetera. Dus, lekker lang gewinkeld. Ja. In plaats en de 20 minuten. Ja, dat is een hele wacht, hè? Ja, ook dat. Klopt. Ja, correct. Maar ik ga jullie nu laten zien wat ik heb gekocht bij de Action. Ik heb het al even uitgestald hier op tafel. Dus ik zou zeggen, heel veel kijkplezier, want zometeen komt ook Roderick aan de beurt. Yay. Zoals beloofd, zou ik jullie even laten zien wat ik heb gekocht. Nou, we beginnen hier helemaal achter. Dat voer. Nee, het lijkt me niet handig, want dat hadden we al. Hier, lekker even weer een lavendel, want de rozen vinden we allebei niet lekker. Ik niet, want ik word er helemaal stondbrood van. Ik heb deze lekker voor mijn lekkere behips om lekker af te drogen. Nou, niet af te drogen, maar lekker schoon te maken na een grote boodschap. Ja, heb ik deze, want ik wou dus eerst wat anders, maar deze waren goedkoper. En deze stonden niet op de website. Nee. Dan heb ik hier 4 pakjes van. Lekker, voor de cavia's. Dan heb ik hier ook nog 3 zakken met voer, ook voor de cavia's. Heb ik hier nog een keertje voer, dit is dan zonder granen. Vinden ze ook erg lekker, dat doe ik altijd een beetje bij elkaar. Deze heb ik erbij, helemaal top. En dan hebben we hier nog lekkere koekjes en voor de cavia's, kraagdiertjes, lekker 3 zakjes. Dit kan allemaal naar de kelder, dat kan naar de kelder, dat kan naar de kelder. Dus dat gaat allemaal weer naar de kelder. Dit kan zo meteen naar de kelder, helemaal goed. En dan heb ik nog een afwasborstel, kaar. Maar je was toch nooit af met een afwasborstel? Nee, ik niet, maar het is wel lekker voor de play spoelbak. Ja. En ik heb weer een oplaadkabeltje van 2,5 meter, helemaal top. Een 2-jarige garantie, yes, top. Helemaal goed. En ik heb nu ook nog eens een keertje wat gehaald. 3D acryllijners. Ja, en voor wat zou dat nou weer zijn?
Nou. Ja, wou jij het ook nog even vertellen, vent? Helemaal goed, top. Nou, dus dit heb ik dus gescoord en bij de action. Ja. Nou, allereerst heb ik natuurlijk het hele belangrijke glow in the dark tape. Ik kan ze ergens omheen plakken, dan wordt het een raampje. Leuk. En speciaal voor jou heb ik natuurlijk deze gekocht. Dus ja, het is nog niet. Oeh, dat is mooi. Dat top. Alsjeblieft. Dankjewel, schat. Daar ben ik blij mee. Dat is nog een nachtend achter je oor heb ik hier een handdoek bij je achterhalen. Kijk, dat is mooi. Natuurlijk lekkere lavendeltjes. Mm-hmm. Dat is mooi. Met drijfgas. Daar ben ik niet zo'n voorstander van. Dus daarom heb ik ook deze zonder drijfgas aangeschaft. Echt wel lekker. Nou, gaan we dit eens even proberen. Kijk, het werkt. Top. En een lampje voor op het balkon. Nou, een lampje. Vestingsbeugel. De stofjes, weet ik niet. Handleiding. Zal wel. En een heel mooi lampje. Maar ik ga deze vlog lekker gezellig met jullie afsluiten. Dus, dank jullie wel voor het kijken. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan even hier. Ja, ja. Kijk eventjes bij de i'tjes. Ook heel belangrijk. Doe het duimpje ook even omhoog. En laat een leuke reactie achter. Want dan krijg je sowieso terug. En doe het belletje aan. Want dan blijf je zeker op de hoogte. Ja, ja. Dan blijf jij op de hoogte. Dus ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En dan zie ik jullie graag morgen bij een gloednieuwe vlog. Dank jullie wel voor het kijken. En doei doei!